Hoi allemaal en welkom bij mijn nieuwe video. Het heeft eventjes geduurd, maar ik ben er eindelijk met mijn video's. Er speelde privé van alles, dus vandaar dat ik eventjes niet kon filmen. Maar ik ben er weer. Gewoon met normale video's, vakantie zijn voorbij, klaar, terug naar normaal leven. Vandaag heb ik een rose gold look voor jullie. Ik heb heel veel verschillende producten gebruikt in de rose gold kleuren, want het leek me leuk. En rose gold is natuurlijk sowieso een hele lippe kleur. En ik vind persoonlijk dat rose gold make-up niet alleen iets voor de zomer is, of niet alleen iets voor het voorjaar is, maar zeker ook voor de herfst, voor het najaar. Omdat je hier best wel een mooie najaars, slash feestdagen, slash gewoon voor elke dag, omdat je van rose gold houdt, look mee kunt creëren. Dus, en ik kwam dus met deze look. Ik heb zoveel mogelijk oogschaduws en andere producten geprobeerd te gebruiken om deze look te creëren en dus alleen maar rose gold kleuren. Dus jullie gaan waarschijnlijk nog 100 keer in deze video het woord rose gold horen. Maar goed, daar gaat deze video ook een beetje om. Ik wens jullie vast veel plezier met het kijken en laten we eens beginnen. Oké, mijn basis heb ik voor deze look al aangebracht. En mijn basis houdt in de primer, de foundation, concealer, mijn wenkbrauw en de oogschaduwbasis. Ik wilde bewust buiten camera zeg maar doen, omdat mijn huid op dit moment heel onrustig is, dus ik moest heel wat camoufleren. En het is volgens mij het minst spannende gedeelte van de hele look, althans dat heb ik bij tutorials. Ik heb voor diegenen die het interessant vinden, voor de foundation heb ik een mix gebruikt van de Armani Foundation en de L'Oreal Foundation. Omdat dit zorgt voor een klein beetje glow. En dit zorgt voor dekking natuurlijk. En qua concealers, ik heb eigenlijk van alles gebruikt, maar vooral de Kat Von D concealer. En voor mijn wenkbrauw gebruik ik op dit moment zo'n wenkbrauwpotloodje van Clinique. Dus dat is de baas. En de oogschaduwbasis is Too Faced Shadow Fringe. Goed, verder. Ik ga beginnen met de ogen. En voor de ogen heb ik eigenlijk, ik denk wel de leukste producten die een rose gold kleur bevatten, heb ik uitgepikt zeg maar, uit mijn stash. Dus ik heb heel wat opties. Ik probeer zoveel mogelijk kleuren te combineren. Want ik wil het wel echt een beetje een soort van vol rose gold look te maken. Oké, allereerst natuurlijk de Makeup Geek. Ik bedoel, Makeup Geek is lekker betaalbaar. Je kunt het gewoon kopen via Beautybay. Dus het is echt heel makkelijk te vinden. En Makeup Geek heeft heel wat rose gold kleurtjes. Nou vind ik dat vooral Cosmopolitan, en dat is deze kleur, heel erg in de buurt komt van rose gold. Maar ook deze. En dat is in de spotlight. Ik zal ze ook even van dichtbij laten zien. Dit is in de spotlight. En dit is Cosmopolitan. Dan heb ik, en ik wil deze van MAC echt heel graag gebruiken. Ik pak gewoon mijn Good Old MAC paletten erbij. Ik heb namelijk hier een rose gold kleur in zitten die echt vandaag gewoon op mijn ogen moet. En het heet geloof ik Antiqued. En zoals jullie kunnen zien heeft hij best veel shimmer. Ik zal hem ook zo even van dichtbij laten zien. En het is wel een kleur die je het liefst eigenlijk vochtig, met een vochtig kwastje kunt aanbrengen. Zodat het wat minder fallout heeft. Maar het is echt een prachtige kleur. En zoveel glans en zo ontzettend mooi. Dus ik ga deze zeker op mijn ogen vandaag gebruiken. De combinatie met de kleur Cranberry daarnaast vind ik trouwens ook wel mooi. Dus misschien dat ik daar ook iets mee ga doen. Maar eigenlijk wat mijn allergrootste favoriet, als je het over rose gold kleuren hebt, komt uit de Violet Voss paletten. Is volgens mij ook op Beautybay te koop. Ik denk dat, ja, sowieso deze paletten bevat een heleboel wat dat betreft herfstige rode kleurtjes. Maar echt ik denk wel misschien mijn meest favoriete kleur uit deze palet is So Jelly. En ja, het heeft dus ook een beetje die rose gold gehaald. Of in ieder geval best wel veel. En zeker in combinatie met andere kleurtjes uit deze paletten. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, het neigt iets meer naar roze. Maar er zit echt ook genoeg goud doorheen. Dus ik wil deze ook wel heel graag gebruiken vandaag. Mocht je zoiets hebben van, ja, is er niet iets wat meer toegankelijk is? Dan is er natuurlijk nog altijd de Naked 3 paletten. En dat is ook echt een goede oude paletten wat dat betreft. Naked 3 paletten bevat ook echt allemaal een beetje van die, vooral van die rozige kleurtjes. En hier zitten ook dus een aantal beetje rose gold kleurtjes. Ik vind bijvoorbeeld dat als je Boss en Trick, dat zijn dus deze twee shimmer kleurtjes met elkaar mixen, dat je best wel een goede rose gold kleur kan krijgen. Maar ik denk dat ik uit Naked 3 paletten, uit deze palet in ieder geval, vooral de matte kleurtjes vandaag ga pakken. Want ik vind ze ook prima passen bij de hele rose gold thema van vandaag.
Goed, ik heb natuurlijk nog veel meer. Oh nee, die moet ik eigenlijk wel even laten zien. Ik ga hem niet gebruiken. Maar zoals jullie misschien in mijn Rusland shoplog hebben gezien, heb ik van mijn halfzusje, heb ik zo'n NYX paletten gekocht met Cosmic Metals. En ik had niet verwacht, maar ik ben eigenlijk helemaal verliefd op deze palet. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar hier zit er ook een heel mooi rose gold kleurtje. Het is wel echt een soort van wash of color, zeg maar. Vooral wash of shimmer. Sowieso deze hele paletten. En daarom vind ik deze palet zo geweldig. Maar goed, deze kleur is best wel rose gold. Hij is niet super intens of zo. Maar wel echt, zeker als je voor een voorzichtige rose gold kleur gaat, dan is dit ook wel echt een aanrader. Oké, dat was genoeg gebrabbel over rose gold. Laten we beginnen met de look. Ik ga dus met wat mattere kleurtjes uit de Naked 3 paletten. Voor de matte basis pak ik eigenlijk altijd Off Limit of Nooner. En ik denk dat ik deze twee gewoon weer ga mixen. Zo, de basis is klaar. Ik heb dus vooral in mijn arcadeboog wat kleur aangebracht. En een klein beetje, zeg maar, in de hoek van mijn bewegende ooglid. Ik ga dus verder met Cosmopolitan van Makeup Geek. En daarvoor pak ik een iets preciezer kwastje. Nou ga ik toch voor cranberry kleur van MAC. En dat is natuurlijk een hele bekende. En ik vind het toch wel heel erg mooi staan bij de hele rose gold thema van vandaag. Nu ga ik weer terug naar mijn Makeup Geek paletje. En ik ga in de spotlight gebruiken. Als basis eigenlijk over de hele bewegende ooglid. Ik vind op dit moment de look een beetje nog vlak. Dus ik ga wat meer dimensie toevoegen met zo'n beetje donkerbruine shimmerige kleur van MAC. Ik ga hem tussendoor ook een klein beetje mengen weer met cranberry. Voor langs mijn onderste wimperrand ga ik So Jelly gebruiken uit de Violet Voss paletten. Dus deze kleur. En ik ga er denk ik ook een klein beetje omfliek aan toevoegen voor iets meer dimensie. Oké, dan. Ik kan Antique natuurlijk niet laten liggen. Dat is dit pareltje van MAC. Dus wat we gaan doen. Ik pak een fixing spray. Gewoon een hele simpele. Maakt eigenlijk niet zoveel uit welke. Ik pak een kwastje. En ik ga mijn kwastje met fixing spray nat maken. En dan ga ik in Antique. En die ga ik aanbrengen. Eigenlijk over de spotlight. Nou moet ik zeggen dat het effect met Antique. En met spotlight eronder. Nauwelijks zichtbaar is. Maar ik heb net bedacht. Dat ik eigenlijk nog een hele oude en super mooie favoriet heb. Helemaal in de rose gold thema. En dat is een pigment van Inklot. En als jullie me wat langer volgen, dan weten jullie misschien wat ik bedoel. Maar die moet ik eigenlijk voor deze look gebruiken. Dus ik ga hem heel even pakken. Tada! En dat is deze, nummer 86. Kijk dan. Oh, dat is zo'n mooi duochroom en helemaal rose gold. Dus ik ga eigenlijk van deze pigment aanbrengen, zeg maar, op de plekken waar ik een tikt heb aangebracht, waar eigenlijk niet zoveel heel veel extra effect heeft gezorgd. Maar nogmaals, het komt eigenlijk, ik hou van een tikt, het is echt een prachtige oogschaduw. Maar als je al spotlight eronder hebt zitten, spotlight is al best wel een shimmery kleur. Dus ik ga het met deze nog iets intenser allemaal maken. Kijk, dit moet ik even laten zien. Echt, vroeger gebruikte ik dit pigment echt zo vaak, maar het kost allemaal best wel tijd en dat is ook een best wel grof pigment. Dus hij is best wel lastig om mee te werken, maar het zorgt voor zo'n super mooi effect. Kijk er even van dichtbij. Ik hoop dat jullie dit kunnen zien, maar ik hou van dit pigment. Echt joh. En misschien heb ik daarmee wel een beetje dat hele spotlight effect ook weggehaald, maar nou, ik denk eerlijk gezegd dat het wel echt iets extra's aan mijn look heeft gegeven. En ik hou van dit pigment. Echt joh. Ja, ik hou er echt van. Dan ga ik een heel klein beetje overpotlood aanbrengen. En ik gebruik zo'n bruine, ja, chocoladebruine
ook potlood van L'Oreal. Dus een beetje een roodachtig potlood. En ik vind het heerlijk om dat soort tinten ook met rose gold te combineren. Geen gekke wing of zo. Ik ben er de laatste tijd helemaal niet meer van. Maar eventjes een soort van definitie bij bovenste wimperrand. Oké, voor mijn mascara ga ik ook iets gebruiken wat rose gold is. Niet de mascara zelf, want het is gewoon een zwarte mascara. Maar het is de Lash Paradise mascara waar heel YouTube over raved. En waar echt elke beautygoeroe over tevreden is. En ik ben eerlijk gezegd een klein beetje huiverig om de mascara. Omdat ik deze look ook echt de hele dag op moet houden. Om deze mascara te gebruiken, terwijl ik niet weet hoe mijn ogen erop gaan reageren. Want het is een L'Oreal mascara. Dus ik heb goede hoop. En ja, de verpakking is natuurlijk hartstikke rose gold. Dus past helemaal in deze thema. En we gaan het gewoon proberen. Ik moet trouwens wel heel even blenden. Want ik zie dat dit niet helemaal mooi is. En daar is die. Super mooi. Mooi dat hele matte en hier glanzende dop. Heel apart kwastje. Oh, ben ik helemaal vergeten om mijn wimpers te krullen. Maar ja, maakt niet uit. Dit wordt meteen een goede test van deze mascara. En dit is dus één goede laag van deze mascara. Ik vond het best wel oké. Ja, het effect is volgens mij wel duidelijk. Maar ik ben best wel onder de indruk, ja. En ik ben altijd dat ik, zeg maar, ook al breng één laag aan, dan ben ik die wel echt heel goed aan het aanbrengen. Zodat ik in principe niet per se een tweede laag nodig heb, want ook dat kost weer tijd. Het is zeker volume. We gaan eventjes de tweede oog ook weer van mascara voorzien. Ik heb op deze oog dus nog extra mascara erop gedaan. Maar eigenlijk een beetje met de rest van wat er van deze oog overbleef. Ik merk dat mijn wimpers een klein beetje geneigd zijn om aan elkaar te kleven. Maar goed, dat maakt niet uit. Want dat scheid ik weer gewoon met mijn vertrouwd schaartje. Maar ja, dit is zeker geen verkeerde mascara. Oké, ik ga nu eventjes mijn gezicht afpoederen. Want dat was ik nog vergeten. En dan kom ik zo terug met de blush en highlighter. Voor blush, highlighter en dergelijke. Ik ga vandaag geen bronzer gebruiken voor de verandering. Eigenlijk als je maar één product wil, dan zou ik zeggen de Stereo Rose van MAC. Het is officieel een skin finish, maar ik gebruik het dus gewoon als blush. Gewoon zoiets hartstikke roze gold en past helemaal in deze thema. Maar omdat het natuurlijk herfst is, hou ik echt van dit soort tinten. De, zeg maar, deze twee van Bobbi Brown. En eigenlijk zo'n tint bijvoorbeeld. Maar ik denk dat die nu niet helemaal gaat passen in het hele thema. Dus ik ga denk ik vooral deze gebruiken. En ik mix hem nog een beetje met deze. Mocht je het afvragen, dit is de kleur Blushed. En dit is de kleur Flame. En dat lijkt misschien een enkele kleur, maar het valt eigenlijk hartstikke mee. Zeker als je het met blijd gebruikt. En ik gebruik dus mijn blush eigenlijk boven de plek van als je waar je eigenlijk zou normaal moeten contouren. En ik gebruik mijn bronzer er ook altijd boven. Want die moet er echt zeker niet onder gaan. Want anders wordt het een beetje modderig in je gezicht. Zo. Dat is één kant. Ja, een stuk beter. Zo, dat waren twee kleuren gecombineerd. Voor mijn highlighter gebruik ik uiteraard de rose gold van Jouer. En dat is deze. Echt hele mooie highlighter. Helemaal een thema van vandaag. Dan de lippen. En dat vond ik nog een beetje lastig. Want je kan hier eigenlijk bij deze look van alles doen. Je kan hier donkerrood bij doen. En misschien een klein beetje glitterige gouden lipgloss eroverheen. Eigenlijk met een gouden lipgloss kan je bijna elke kleur zoals een rose gold maken. Of je kan natuurlijk een bruine kleur omdat het best wel een herfstige look is. Maar vandaag ga ik voor een combinatie van twee zachte kleuren. En dit is eentje van... Dit is geloof ik een lipstick van BR. Maar eigenlijk een hele simpele soort van roze mauve tint. En dit is Kleine Nars Orgasm. Ik hoop dat trouwens dat hij goed is. Want ik heb hem al best wel lang. Maar ja, het leek me dus mooi om een combinatie van deze twee te doen. Ik draag eigenlijk bijna nooit gewoon lipstick en lipgloss.
Ik ben helemaal into, als ik überhaupt al eens op mijn lippen draag, liquid lipsticks. Maar vandaag doen we het gewoon wel. Hij is best wel roze. Maar gelukkig hebben we daar nog een glas van overheen. Op zich kan dit wel. Maar ik vind hem eerlijk gezegd iets te roze. Nee, ik ga een andere lipkleur op doen. Ik ga voor deze look eigenlijk gewoon de Lolita van Kat Von D gebruiken. Hij is niet helemaal rose gold. Eigenlijk totaal niet. Maar het past volgens mij wel heel erg bij deze look. En maakt het best wel herfstig. Ja, dat is echt een stukje beter. Toch nog een beetje een Nars Orgasm lipgloss eroverheen. Van een klein beetje glans. En dat is de uiteindelijke look. En ik ben er eigenlijk heel blij mee. Het is rose gold, maar het is toch wel herfstig. En ik vind hem heel geslaagd. Het is best wel draagbaar. Ook al is het misschien een klein beetje heftig. Maar ik vind hem nog prima draagbaar. Ja, ik zal hem zo ook van dichtbij laten zien. Dat jullie deze video leuk vonden en dat jullie nu ook misschien rose gold als echte herfstkleur beginnen te zien. Ik weet niet, ik vind rose gold een geweldige kleur, dus ik denk dat het het hele jaar door goed kan. Maar goed, ik hoop in ieder geval dat jullie met plezier deze video gekeken hebben. Zo ja, doe zeker een duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal en ik zie jullie in de volgende video weer. Doei!